Je luistert naar het e-commerce café. Een speciale editie vanwege het coronavirus. Luister naar de korte gesprekken met ondernemers en experts. Ervaar wat zij ondernemen omtrent het coronavirus. Lid worden van het e-commerce café community kan nu met 75% korting voor onbepaalde tijd. Want juist nu kunnen ondernemers elkaar versterken en helpen. Ga naar e-commercecafé.nl/lid-worden. We zien je dan in onze community. Dus, schenk je favoriete drankje in en luister naar speciale edities van het e-commerce café. En leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Hallo, wat leuk dat je weer luistert. Voordat we aan de show gaan beginnen, wil ik graag mijn dank uitspreken aan onze sponsor voor het mede mogelijk maken van deze podcast. De podcast van vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Spotler. E-mail marketing automation speciaal voor webshops. Check spotler.com/e-commerce. En dan nu naar de podcast met Jan Wijn. Goedemorgen Jan Wijn van Trunkers. Goedemorgen, fijn dat ik hier mag zijn. Hoe gaat ie? Ja, hartstikke goed. De zon schijnt. Ja, hoe ga jij om met coronavirus? Ben je thuis aan het werk of hoe gaat dat bij jullie? Ik ben inderdaad thuis aan het werk. Mijn kinderen die zitten nou hun schoolwerk te doen. Mijn vrouw is een pleegkundige op een corona-afdeling. Dus die is hard aan het werk. Dus ik neem hier mijn verantwoordelijkheid. Oké. Op een corona-afdeling, dat is pittig. Komt ze nog wel thuis? Ja, ze komt nog wel thuis. Het is volgens mij goed georganiseerd waar ze zit. Maar het is wel bijzonder om mee te maken, denk ik. Ook vanuit hun oogpunt. Eigenlijk is het voor iedereen natuurlijk bijzonder wat er gebeurt. Het zijn wel echt hele bijzondere tijden. En de hele maatschappij ligt eigenlijk stil. Een heleboel mensen zijn zelf ziek of kennen mensen die ziek zijn. Ongelooflijk impactvol allemaal natuurlijk. Ja, kan wel zeggen. Het zijn echt bijzondere tijden. Hey, kan je jezelf even kort voorstellen, Jan? Zeker. Ja, Jan dus. Ik ben van de Trunkers. En Trunkers is gespecialiseerd in delivery voor e-commerce bedrijven, voor webshops. En voor foodpartijen die online bestellingen thuis laten bezorgen. We zijn opgericht vanuit de gedachte dat als je kijkt naar de customer journey van een online consument, dat die pas ophoudt op het moment dat mensen de spullen binnen hebben. En zelfs dan niet als ze het nog terug zouden willen sturen. Maar in ieder geval niet al op het moment dat ze de checkout verlaten. En we hebben ook wel gezien dat daar nog een hoop in te winnen valt. Mijn eigen achtergrond is, ik kom bij PostNL TNT vandaan. Ik heb een poos bij Vereniging Eigen Huis gezeten. Bij TNT veel over logistiek nagedacht en bij Vereniging Eigen Huis veel over hoe je luistert naar de consument. En we meenden dat er nog wel wat te verbeteren valt in hoe de klant centraal wordt gesteld in het bezorgproces. En daarom zijn we begonnen met Trunkers. Een hele snelle en flexibele en vriendelijke bezorgservice voor de consument. En dat doen we nou sinds een jaar of 4, 5. 5 jaar alweer. Okay. Ja, we zijn in 2015 begonnen. Ja. 2015 begonnen inderdaad. En in mei. En in het begin natuurlijk heel veel pionieren en uitzoeken van waar ligt nou de behoefte. We hadden nog de gedachte dat het misschien zou moeten gebeuren door privépersonen die van het werk naar huis ging onderweg een pakketje mee te laten nemen om af te geven aan de buren. Daar zijn we op zich redelijk snel van afgestapt. Dat werd niet echt op prijs gesteld door de webshops. Die vonden dat... Die zagen daar wel allerlei mogelijke problemen en hadden ze misschien ook wel gelijk in. Dus we zijn geswitcht naar wat we eigenlijk al heel goed kennen. Het goed inrichten met een flexibel netwerk van voor same-day delivery. En daarmee onderliggend een hele sterke software base. Waarmee we heel veel flexibiliteit, snelheid en controle aan die consument kunnen geven. En die vindt dat heel erg fijn, want die wil graag invloed hebben op wat er gebeurt. Ja. Oké, dus in 5 jaar. En kunnen jullie zeggen dat jullie nu al een sterke speler zijn in de markt? Of wie zijn jullie concurrenten?
Ja, ik denk we hebben echt wel flink meters gemaakt de afgelopen jaren. Zeker afgelopen jaren is het echt heel hard gegaan. Zijn we nou, een keer vier gegaan ten opzichte van het jaar daarvoor. We zien dat de klantenbase ongelooflijk vergroot is. Met nou, meer dan 100 nu webshops, variërend van partijen. Zoals Zinzi en Scotch en Soda, tot aan partijen in verf. En vooral ook heel veel partijen in food. Die bijvoorbeeld vers vlees versturen ingevroren. Of bijvoorbeeld een vegan box, die nou, totale boxen met ingrediënten naar mensen toesturen waarbij ze zelf maaltijden kunnen maken. Het is eigenlijk een heel gemêleerd palet met een focus op food. Oké, dus jullie focussen je vooral op food. Nou ja, wat we zagen, en dat is op zich wel grappig. Kijk, we zitten in die same day delivery. En dat is, na zijn aard, is het een iets duurder product dan een standaard delivery met een van de grotere bezorgers. En daar krijg je heel veel voor terug in de vorm van experience en snelheid. He, dus die klanten die vinden het heel fijn als het snel komt. En die vinden het ook heel fijn als ze invloed hebben op het proces, als daar flexibiliteit in zit. En ze vinden het ook heel belangrijk dat als er iets is, of als ze een vraag hebben of als hun eigen plannen veranderen, dat ze een contact kunnen hebben. En dat er dan ook dingen mee gebeuren. He, dus dat ze ja, een volwaardige partner zijn in dat proces. En het interessante is dat er natuurlijk een aantal zeg maar, segmenten zijn waar dat soort dingen heel erg van belang zijn. Hè? In sommige gevallen is het omdat het leuk is om iets snel te hebben. Bijvoorbeeld, je hebt een mooi jurkje gekocht of hele vette schoenen en die wil je gewoon snel naar huis hebben of een vet gadget. En andere dingen, ja, die zijn gewoon echt urgent. Hè? Dus dat gaat bijvoorbeeld over nou, verzorgingsproducten als die dingen op zijn. Voer voor de hond, waar ik zelf ook altijd de cadeautjes, maar ook bijvoorbeeld verf. Dus je bedenkt vrijdag dat jij zaterdag wil gaan verven, dan moet je dat spul gewoon snel binnen hebben. En dat zie je heel erg ook bij food, omdat het vers is, is eigenlijk elk uur dat het te lang duurt, is gewoon zonde, zeg maar, want het product, de kwaliteit daarvan neemt af. Dus we hadden het van tevoren niet zo bedacht. Maar we zien dat er ongelooflijk veel foodpartijen ook gebruik van maken. En wat wij altijd doen, is dat als we zien dat er partijen zijn die heel veel gebruik maken van dat soort dingen, van onze services, dat we ook vragen van God, hè, wat is dan de reden en wat zou je nog meer van ons willen? Nou, een van de dingen die zoals bijvoorbeeld dat het fijn zou zijn als er ook grote vriescontainers staan. Voor zendingen die onverhoopt niet zijn afgeleverd, omdat mensen niet thuis zijn of om welke reden ook. Nou, dat hebben we dan ook ingericht. En op een gegeven moment ga je steeds meer dingen ontwikkelen die echt gewoon specifiek ook op die food gericht zijn. Maar ons product is voor eigenlijk alle brands die zich willen onderscheiden met custom experience, om kort te gaan. Oké, klinkt interessant. Hey, want ik zag je richt je dan ook voornamelijk op food, of is dat niet echt de doelstelling? Ja, we richten ons specifiek ook op food. Hè. We weten dat we dienstverlening hebben die heel goed past bij wat zij nodig hebben. Je ziet ook in deze coronatijd natuurlijk dat er ook een heleboel partijen zijn die zich normaal beperken tot aan het verkopen vanuit de winkel. Dat die nou de draai maken naar online. En we zien dat we daar ook heel veel partijen heel goed kunnen helpen. Dus we zien dan, en dat zijn met name ook wel veel foodpartijen, valt ons op. Dus het komt ook naar ons toe. En als het naar ons toe komt en er is een klantvraag, dan dat is in bredere zin zo. Als we echt een grote klantvraag hebben op een bepaald punt, dan proberen we dat ook te ontwikkelen. Dus we proberen te ontwikkelen wat belangrijk is voor onze klanten. En uiteindelijk krijg je daarmee dan ook meer van dat soort klanten. Nee, want ik zag vandaag een post van jullie voorbij komen, of gisteravond, over dat het order pikken in de avond, dat kan verminderen met trunkers. Ja, dat is 100% waar. En dat geldt eigenlijk voor alle middelgrote webshops. Wat je ziet is, in de markt is de consument eraan gewend geraakt dat je tot zeg maar 12 uur 's avonds kunt bestellen om het de volgende dag geleverd te krijgen. Maar voor heel veel middelgrote webshops, en de kleinere webshops, is dat gewoon lastig. Omdat bijvoorbeeld
de PostNL of DHL niet zo laat nog bij jou langs wil komen. Of misschien wil je zelf niet tot 1 uur 's nachts mensen aan het werk hebben. Of misschien kan het niet uit, omdat je zo laat op de avond misschien nog maar 20, 30 bestellingen krijgt. En wat we heel veel zien is dat er een heleboel middelgrote webshops zijn die zeggen van weet je wat, we gaan gewoon met z'n allen hier lekker om 8 uur 's avonds naar huis. Alles wat daarna nog wordt besteld, dat geven we de volgende ochtend aan trunkers mee. En wij zijn dan natuurlijk een same day delivery netwerk. En dat betekent dat we de dingen die we dan 's ochtends ophalen en die gewoon 's ochtends worden klaargezet door de webshop, dat we die dezelfde avond al weer bij de consument in huis hebben. Dus je kunt tot 12 uur 's avonds kun je zeggen, vandaag besteld is morgen geleverd en dat wordt ook echt waargemaakt. Oké, wat zijn jullie levertijden dan? Is dat momenten bedoel ik? Wat zijn jullie levermomenten? Is dat na 8 uur 's avonds of hoe moet ik dat zien? Nee, wij leveren altijd tussen 5 uur 's middags en 10 uur 's avonds. Oké. En dus... Ja, dus dat betekent... We hebben... En kan je dat ook nog bepalen als klant, als ontvanger, van hoe laat je dat in huis wil hebben? Je kunt dat binnen dat tijdvak kun je dat niet precies aangeven. Wat er wel gebeurd is, zeg maar, zodra wij de planningen af hebben, en dat is rond de uur of 3, dan sturen wij de klant een bericht. En dan geven we hem een hele specifieke notificatie van een window van een uur met hoe laat we komen. Dus dan zeggen we, nou, we zijn er tussen 8:30 en 9:30 zijn we bij jou. En dat is iets wat klanten echt heel erg prettig vinden, want dan weten ze ook wanneer ze er moeten zijn en wanneer ze dus er niet hoeven te zijn. En wat dan nog wel eens gebeurt, is dat we van mensen een mailtje krijgen of een bericht krijgen en dat ze zeggen van, god, je zegt nou dat je op die tijd komt. Dat komt mij heel slecht uit. Zouden jullie kunnen proberen om eerder of later te komen of kunnen jullie bezorgen bij mijn schoonmoeder die 2 straten verderop woont? En dat soort dingen proberen we dan zoveel mogelijk ook gewoon te faciliteren. Oké, okay, nice. Heb jij een onderbouwd verhaal over, je hebt webshops die hebben zeg maar een cut-off time tot 4 uur. En tot 4 uur besteld is de volgende dag in huis. Sommigen hebben dat tot 6 uur, sommigen hebben dat tot 8 uur. Als je tot 12 uur of tot 2 uur 's nachts die cut-off time hebt, heb je daar een onderbouwd conversiepercentage voor? Dat jullie weten. Nou, zeg maar, uiteindelijk is de data altijd natuurlijk van onze klanten. En we horen van klanten dat het gewoon heel veel extra verkopen oplevert. Dus er zijn klanten die tegen ons hebben gezegd van ja, dat leidt bij mij in dat tijdvak nu tot 30% meer omzet dan dat ik had als ik het niet kan aanbieden. Dat zijn vaak ook partijen die het via platforms verkopen, die dan in het koopblok op een andere positie komen te staan. Op het moment dat zij het niet meer tot 12 uur kunnen aanbieden en anderen wel. Dus dat heeft gewoon direct effect op hoeveel je verkoopt. Bol.com die heeft daar ook best wel veel over gepubliceerd. Over wat het effect is van levertijd op je conversieratio's. Ja, en dat is gewoon echt wel impactful. Dus er is best wel wat data over beschikbaar inderdaad. Oké. En wat is ongeveer het percentage? Heb ik dat gemist? Nou, van de partijen die wij hebben gesproken, een grote fashionpartij bijvoorbeeld, die zegt dat die daardoor 30% meer is gaan verkopen in die uren. Oké. Okay. En de algemene trend? De algemene trend is lastig. Het interessante is dat klanten het ook vaak niet altijd goed kunnen meten. Dus het vraagt best wel geavanceerde methodes om echt te meten wat nou het verschil is. Maar in algemene zin is onze verwachting, even als je kijkt naar die nou, op veel data gebaseerde uitkomsten van dat bol.com onderzoek en wat we dan horen van klanten, dat het ergens tussen de 10 en 30% ligt dat je pakt aan extra conversie. Oké, interessant toch? Dus eigenlijk zou je voor, het is niet alleen extra conversie, maar het is natuurlijk ook, hoe heet het, als je meer verkoopt is het ook goed voor je branding. Dus wat mag dat dan kosten als ondernemer? Ja, plus, weet je, als je zelf in de avond zou werken, dan heb je vaak een duurdere pick-up bij je standaard dienstverlener. Je hebt toeslagen voor je mensen. Wat we van veel partijen horen is ook dat er in de avond een hoger ziekteverzuim is. Dat er ook wel meer spullen kwijtraken. Dus er zijn eigenlijk een heleboel redenen en kostencomponenten die avondwerken veel duurder maken dan wat je eigenlijk denkt. En die het heel erg aantrekkelijk maken om dan het in een CMD-netwerk te stoppen. Wat misschien
net ietsje duurder is, maar daarnaast ook nog allerlei andere voordelen heeft, zoals die flexibiliteit, de hoge delivery performance en gewoon de toegankelijkheid dat iemand de telefoon opneemt als je belt en ook echt iets voor je kan regelen. Dus wat we vaak zien is ook dat partijen beginnen met alles als een gedeelte aan ons te geven en dat ze op een gegeven moment gaan ze over en dan geven ze gewoon alles aan ons. Omdat het uiteindelijk gewoon ook heel veel call scheelt bij de customer service. Het zorgt voor goede reviews. Eigenlijk pas als je ermee werkt, weet je vaak pas hoe fijn het eigenlijk is om het goed geregeld te hebben. En dat is eigenlijk misschien ook wel onze belangrijkste challenge. Om die gesprekken te voeren met de webshops. En vaak is logistiek wordt toch nog gezien als een soort operationeel ding. Waar je zoveel mogelijk op je kosten wil besparen. Terwijl wij eigenlijk zeggen van joh, het is ook echt wel een marketinginstrument. Als jij ervoor zorgt dat je het slim inzet. Nou, ja, je kunt in de avonduren die hogere conversie realiseren. Maar je bouwt ook echt wel aan je merk en aan je merkbeleving. Als je ervoor zorgt dat die beleving aan het einde van de customer journey gewoon heel goed is. En die peak end rule. Je wil gewoon dat laatste moment, die delivery. Dat moet niet een dissatisfier zijn. Dat moet echt een wow moment zijn. Nou, daar zijn wij. Hey, voorafgaand aan dit gesprek hebben we het even gehad over dat los van de avondconversie, maar dat jullie ook sowieso conversieverhogend werken. Leg dat eens uit. Nou, dat zit hem in twee dingen. Hè. Dat zit hem in dat je sneller kunt leveren. En dus een same day. Dat betekent dat je vandaag besteld is vanavond geleverd. Nou, ten opzichte van de partijen die dat niet hebben, heb je dan gewoon een streepje voor bij consumenten. Dus dat draagt bij aan je conversie. Het beschikbaar maken van dat avondblok om nog de volgende dag te kunnen leveren. Dat zorgt voor extra conversie. En wat het ook doet is dat je die relatie helpt ontwikkelen met je consument. Hè, door ze te laten zien dat je investeert in een premium delivery service. Zorg je er ook voor dat je gewoon een meer retentie kunt creëren. En dus het zijn ook echt wel de brands die daarmee bezig zijn. En die heel erg zit op het customer experience. En zijn wij vaak niet het enige wat ze doen. Maar er zijn ook allerlei andere programma's lopen om klanten echt voor langer aan zich te binden. Die ons dan inzetten om, nou ja, omdat ze zien dat delivery echt wel een volwaardig deel van die customer journey is. En dus ook die aandacht moet krijgen. Oké, maar hoe ziet dat er dan eruit? Die retentie, wat is jullie meerwaarde erin dan? Hoe betaalt zich dat uit? Wat je uiteindelijk natuurlijk wil is dat je een relatie ontwikkelt met je consumenten. En online is dat misschien nog wel moeilijker dan offline. Vroeger waren mensen heel erg merktrouw. Dus nou, ik heb altijd Nike schoenen, dus ik ga naar de Footlocker en dan koop ik daar mijn Nike. En mensen die krijgen dat steeds minder. Hè. Het is ook veel transparanter wat er geboden wordt online. Dus wat mensen voor een groot deel doen. In eerste instantie is gewoon het vergelijken van prijzen en op basis daarvan en op een gevoel wat je ergens ontwikkelt, keuze maken voor wie ga je nou. Maar wat mensen ook steeds meer merken is dat je echt wel het verschil kunt maken met service. En ook als consument dat het echt wel uitmaakt met welke webshop je zaken doet. En dat hangt af van een heleboel dingen, maar je ziet dat, een heel veel voorkomend voorbeeld is natuurlijk Coolblue. Die echt alles op alles zet om zijn klanten zo goed mogelijk de services en die mensen daarmee aan zich te binden. Als een relatie, zeg maar. Niet per se als een leverancierachtige relatie die je dan hebt met de consument. En daar zie je ook in dat ze het zo belangrijk vinden dat goed gaat. Dat ze een heel groot deel van de delivery ook zelf zijn gaan doen. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij, om nogmaals een succesvol partij te noemen, Amazon. Als je kijkt naar wat Amazon doet, naast het enorme assortiment wat ze hebben en de scherpe pricing die ze altijd hebben, is dat ze ook heel erg zitten op dat service aspect en allerlei dingen inbouwen die ervoor zorgen dat partijen, dat consumenten echt aan hen worden gebonden op allerlei manieren, uiteenlopend van de Prime met de Netflix-achtige services, tot aan
die hele goede, snelle, gratis delivery service. En ook Amazon heeft een steeds grotere delen van de wereld de volledige regie genomen over dat delivery proces. Omdat ze weten dat daarin alles gemaakt, maar ook gebroken kan worden. En dus het zijn belangrijkere elementen dan webshops op het eerste gezicht wel eens denken. Ja, dat denk ik ook. Hey, als ik dit zo hoor, weet je wel, is het dus ook een onderdeel van je marketingstrategie. Als je dan, voor de financiële experts onder ons, als je dan een percentage van de verzendkosten mag rekenen in marketingkosten, hoeveel zou je die, welk percentage zou dat dan zijn? Oh, dat is inderdaad een moeilijke vraag. Je zou kunnen zeggen van, nou, dat is dus het verschil tussen je standaard delivery service en de service van de same day delivery service. Nou, dat verschil is vaak niet eens zo heel erg groot. En dus uiteindelijk is het een marketingkost waar je naar kijkt bij jezelf is hoeveel marge pak je op de producten die je verkoopt. Dus als je een x percentage extra conversie realiseert in die avonduren, hoeveel marge maak je dan en weeg dat op tegen die, wat zal het zijn, 1,50 extra aan verzendkosten. Dus de percentagevraag is een goede, maar dat zou ik niet direct kunnen beantwoorden. Jij hebt meer met dat beltje gehakt, denk ik. Wat zou jouw inschatting zijn? Ja, ik durf het niet te zeggen. Ik geloof zeker, weet je, als je 30% meer omzet hebt en als je dus 30 orders, stel dat je 100 orders op een dag doet en je doet er ineens 130. En je Google je nieuwe klant, wat kost een nieuwe klant, zeg maar, om een order binnen te halen via Google AdSpends en dat soort dingen. Ja. Ja, ik denk dat je hem snel terugverdiend hebt. Dus dat eurotje, die anderhalve euro, praat je gemiddeld over wat jullie duurder zijn dan andere verzender? Ja, of dan PostNL? Gemiddeld, hè, dan de PostNL. Okay, ja. Maar er zijn natuurlijk andere die zijn weer nog goedkoper. Ja, zo'n 1,50, 2 euro. Ja. Wat zeg je? Ja, er zijn natuurlijk andere partijen die zijn nog goedkoper. Ja, ik moet zeggen, we zijn daar niet super veel mee bezig. Wat we uiteindelijk horen van klanten is dat het echt wel op de value is dat we de deals krijgen. En het is ook, ja, het grappige is, we beginnen vaak best wel beperkt met klanten. Dat ze echt zeggen van, nou ja, we doen de same day en dan vragen we er nog geld voorbij. We raden dat op zich altijd af, maar prima om daar eens mee te beginnen. Omdat we eigenlijk altijd zien dat als klanten er eenmaal zijn begonnen, dat op een gegeven moment wordt dat bedrag eraf gehaald of kleiner gemaakt. Zodat zoveel mogelijk klanten die service gaan gebruiken. Omdat het ze uiteindelijk gewoon helpt om meer te verkopen. En dus het is... Okay. Dat is wel interessant. En ik denk dat je gelijk hebt. Ja, wat je moet doen natuurlijk uiteindelijk is het vergelijken met de alternatieven die je hebt. En dat zit er bijvoorbeeld in advertising en dat soort dingen. Je weet hoeveel besteed jij aan advertising. En hoeveel los levert je dat op. En dan kun je ook bepalen van, god, weet je, ja, als je in die avonduren een 30% stijging weet te realiseren, hoeveel mag dat dan kosten? Dus en dat verschilt ook weer per webshop, denk ik. Hey, halen jullie ook al op voor bol.com en Amazon? Nou, we hebben natuurlijk best wel veel klanten die ook dat soort platforms gebruiken om spullen te verkopen. Dat gaat natuurlijk steeds groter worden, zeker met de komst van Amazon. Is er echt een heel belangrijk verkoopkanaal bijgekomen voor webshops, denk ik. En ja, we kunnen dan gewoon ook die services bieden. En daarmee kun je inderdaad ook zorgen dat je goed in die koopblokken terechtkomt. En die komst van die Amazon, van die platforms, dat heeft natuurlijk nog wel veel meer implicaties. Want dat betekent niet alleen dat je zelf daar langs kunt verkopen, maar ook dat je concurrenten het gaan doen. En dat die partijen zelf ook heel scherp zitten op hoe snel doe je die delivery. Dus op een gegeven moment gaat dit echt wel een heel sterk effect hebben op de verwachting van die consument en op je conversie uiteindelijk. En dat kan twee kanten op. Je kunt ermee voorop lopen, zorgen dat je die winst pakt. En op een gegeven moment zal het, vrees ik, ook wel tegen gaan werken als je niet meeschuift. Ja, vrees het ook. Hey,
Ja. Ik denk dat we al heel veel dingen van Trunkers hebben besproken. Mijn vraag is nog even, weet je, het coronavirus zit ons toch allemaal een beetje, speelt ons allemaal aparte. Doen jullie chauffeurs eraan? Wat krijgen jullie chauffeurs voor middelen om het tegen te gaan? Hoe is het ziekteverzuim bij jullie? Ja, nou wat we eigenlijk al heel snel hebben gedaan, al zeg maar toen het nog in China rondging, zijn we al na gaan denken over, god, wat zijn nou de dingen die je moet gaan doen om ervoor te zorgen dat je je mensen veilig houdt en gezond. Maar hoe zorgen we er ook voor dat de consumenten waar onze chauffeurs langs gaan, dat die zo min mogelijk risico lopen om besmet te worden, maar ook om onze chauffeurs te besmetten. Dus we zijn al heel snel, ik denk dat we misschien wel de eerste waren. Normaal gesproken wordt er altijd afgetekend op de app van de telefoon van de chauffeur. Zijn we daarmee gestopt. Dus wat we nu doen is dat de chauffeur de voornaam vraagt van degene waar is afgeleverd. En we trekken natuurlijk waar die is, een GPS point, et cetera. Dus we kunnen precies zien of die op de juiste plek staat. En dan tekent hij het zelf af. Dan geeft hij aan wat de voornaam is van de persoon waar hij het aan af heeft gegeven. Wat we ook doen is dat we contactloos leveren. Dus we zetten de doos op de grond, bellen aan. Hij stapt een kleine 2 meter naar achter. En voert daar het gesprek met de consument, zodat ze niet te dichtbij hoeven komen. En ze hebben ook werkhandschoenen gekregen, zodat we overal in het proces zo min mogelijk met de hand aan pakketten komen. Zodat we de eventuele hele kleine kans dat daar dan besmetting zou kunnen plaatsvinden, ook zo minimaal mogelijk maken. Dus dat zijn wel een aantal belangrijke maatregelen die we echt al heel vroeg hebben genomen, al vanaf begin maart live hebben. Ja. Ja, het is impactful. Kijk eens aan. Duidelijk. Hey, goed om te horen dat er zo veilig mee omgegaan wordt. Merk je al dat er ziekteverzuim is of mensen die besmet zijn? Onder de chauffeurs? Nee, onder de chauffeurs hebben we er nog weinig berichten van. Wat wij hebben het netwerk natuurlijk, dat is opgebouwd met partners. Dus de partner die vertelt ons gewoon welke van de chauffeurs die voor aangemeld zijn op een bepaalde dag gaan maar rijden. En tot op heden heb ik geen berichten gehad van chauffeurs die besmet zijn geraakt met corona. En ook in het team, zeg maar op head office, eigenlijk niemand die tot nog toe de besmetting zelf heeft opgelopen. Wel een hoop mensen natuurlijk die familieleden hebben. Die inmiddels ziek zijn en soms ook wel ernstig ziek zijn. We horen het ook bij klanten, komt het voor. Dus het is absoluut iets dat ongelooflijk leeft. Maar tot nu toe is het ons gelukkig nog bespaard gebleven. Nou, goed om te horen, ja toch? Hey, heb jij nog een gouden tip voor e-commerce ondernemers die op dit moment in zwaar weer zitten? Ja, dat is heel lastig. Dus, voor iedereen is de situatie anders. Wat we wel zien is, er is natuurlijk een verschuiving van offline naar online. En er zijn een hoop partijen die online naast hun offline deden. En de makkelijke weg is hier om te zeggen van, kijk hoeveel je naar online kunt brengen. Hoeveel je daarover kunt leren. En hoeveel je daaraan kunt opbouwen. Zodat je ook na de crisis daar zoveel mogelijk baat nog bij hebt. In algemene zin hebben we natuurlijk ook zelf al wat rapporten gelezen. We zijn zelf ook ondernemers, een jong groeiend bedrijf. Dus ook voor ons is het in die zin is het echt wel iets waar we heel goed naar hebben gekeken. Van hoe ga je hier nou in sturen? En voor ons is de keuze echt gevallen op zoveel mogelijk proberen vooruit te blijven kijken en te bouwen. Te snijden waar het noodzakelijk is. Maar met name te focussen op het vasthouden van groei. En uiteindelijk denken we dat dat voor ons de beste manier is om uit de crisis te komen. En ik denk dat er voor veel partijen kansen liggen om het online nu beter te gaan doen. En daarmee ook een goede toekomst voor zichzelf neer te zetten. En heb je nog gouden tips voor e-commerce ondernemers die het nu juist heel goed doen? Ja, kijk, wat je daar vaak ziet, want we hebben natuurlijk ook een heleboel klanten die, nou ja, ik wil niet zeggen overlopen, maar die
Ik wil het misschien niet zeggen, maar het is vaak wel zo hè, dat er zoveel aanvragen binnenkomen dat ze het niet op tijd klaar krijgen. En dat ze dus tegen vertraging aanlopen. We zien ook dat de grote bezorgers hier en daar vastlopen in hun delivery processen. En daarbij is het heel slim eigenlijk om ook die combinatie te leggen met partijen zoals wij. Omdat het je helpt. Je hebt een extra moment waarop het weg wordt gehaald. Alles wat je de vorige avond niet op tijd hebt klaargekregen om in te pakken en mee te geven aan de post, kun je dan de volgende ochtend alsnog aan ons meegeven, zodat die consument zo min mogelijk last ervan heeft dat die vraag zo groot is. En dat is echt wel heel erg belangrijk, want in deze tijd is vertrouwen belangrijker dan ooit. En het, zeg maar, het leveren van een goede, steady, betrouwbare delivery is daarin heel erg belangrijk. Scheelt je ook heel veel tijd bij je customer service. En zorgt ervoor dat je je relatie in stand houdt met die consument. Dus maak gewoon gebruik van de mogelijkheden die er zijn om zo slim mogelijk te schakelen in deze tijden. En, ja, en gebruik het zoveel mogelijk ook om je bedrijf op een gezonde manier die crisis uit te laten groeien. Ah, super tip, denk lijkt me, Jan. Hey, heel mooi. Ik heb nog een laatste vragenrondje. Maar voordat we daaraan beginnen, wil je nog iets kwijt? In ieder geval dank dat ik hier mocht zijn. Ik vond het hartstikke leuk om met jou dat gesprek te voeren over delivery en hoe dat e-commerce kan helpen. En mocht iemand daar vragen over hebben, dan zijn we altijd bereid om daar antwoord op te geven en mee te denken. Oké, nou dat is een van mijn eerste vragen van mijn slotrondje. Hoe kunnen mensen jou bereiken als ze je willen bereiken naar aanleiding van deze podcast? Nou, ze kunnen mij altijd natuurlijk bereiken via platform, via LinkedIn, via de website waar ze zich kunnen melden. Ze kunnen bellen naar Trunkers. We hebben natuurlijk ook een hoop collega's die ze kunnen helpen. LinkedIn, mailen, alles kan. Kijk. Nou, het is natuurlijk in ieder geval al leuk dat je ook lid bent van de community waar je kennis deelt met onze leden. Dat is natuurlijk super gaaf. Dus dank daarvoor. Dus als je nog geen lid bent van het e-commerce café, het is nu echt wel tijd. Het is nu tijdelijk gratis. Dus ik zou zeggen, sluit je snel aan. Andere vraag is, hoeveel is genoeg voor jou? Nou, genoeg? Daar is niet per se waar het om gaat. Waar we echt wel mee bezig zijn is om een kentering aan te brengen in hoe delivery gaat. Om ervoor te. Hoeveel is voor jou persoonlijk genoeg? Ja, ik weet niet of ik echt daardoor gedreven word. Zeg maar, het is nooit genoeg als het gaat om de klanttevredenheid. Weet je, die blije klanten, dat is waar het om gaat. En hoe meer dat er zijn, hoe beter het dat dan weer. Kijk eens aan. Wat is je laatst gelezen managementboek? Nou, ik ben begonnen in Scaling Up. Dat is echt een boek voor snel groeiende bedrijven. En ik moet zeggen, ik kom er echt bijna niet aan toe om het te lezen. Maar een belangrijke takeaway daarvan is, het gaat gewoon om je team en de mensen die je hebt waar je mee waar wil maken. En een heldere visie over wie je wil zijn, voor wie je wil zijn en wat je voor ze wil doen. Gecombineerd met het goede team zijn de ingrediënten voor succes. Een leuk boek. Ik hoor hem vaker voorbij komen in de podcast. Hey, wat is het managementboek wat je minimaal gelezen moet hebben als e-commerce ondernemer? Dan zou ik toch ook zeggen dat Scaling Up daar wel een hele goede voor is. Hè? E-commerce is een hard groeiend segment. Er liggen ongelooflijk veel kansen, maar tegelijkertijd is het ook nog een hele jonge sector. Dus er valt nog ongelooflijk veel ook te ontdekken en te pionieren en te winnen. En daarmee ook te groeien. En dat doe je met de goede mensen. Dus ik zou dan ook dat boek aanraden voor e-commerce ondernemers die ambitieus zijn. Ja. Oké. Okay. Hey, hoe lang draag jij een spijkerbroek voordat je hem wast? Nou, dat is toch wel een week, hoor, eerlijk gezegd. Ja. Nou, heel goed. Mooi. Hey, ik wil je, dit waren even de vragen. Ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. Het is altijd leuk om iets met Trunkers te doen. Ik blijf jullie sowieso volgen, ook omdat je natuurlijk in de community zit. En
Hartstikke leuk. En weet je, als je ergens over verder wilt praten, dan altijd bereid. Helemaal goed. Helemaal leuk, Jan. Hey, bedankt. Oké, hoi hoi. Tot slot, aan het eind van deze aflevering, nog een dankwoord aan onze sponsor Spotler. E-mail marketing automation, speciaal voor webshops. Check spotler.com/e-commerce. Weer bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren voor onze podcast. Geef een aantal sterren die jij vindt dat we verdienen. En schrijf een review met wat jij vindt wat goed ging of verbeterd kan worden. Ga naar e-commercecafé.nl voor de laatste ontwikkelingen en de show notes van deze podcast. En word lid van onze community. Tot de volgende. En tot die tijd, lekker veel online verkopen.